Er is met hart en ziel gewerkt door een enorme groep mensen. De 24 koorleden van het koor Bel Canto uit Osama. 12 orkestleden. 31 amateurs, waaronder een aantal vluchtelingen en zelfs één Spanjaard. Maar voor de rest allemaal waterlopers. Valeria Pagval en haar team van de Stichting Cultuurnacht in Waterland hebben de promotie opgepakt en deze prachtige productie daarvoor het initiatief genomen. En het is een... komische volksopera met een boodschap. In tijden van conflict en tegenstrijdigheden overwint altijd de verbinding. We gaan 450 jaar terug in de tijd. Op een strandje aan de Gouwzee heeft zich een groepje Spaanse huurlingen verzameld. Dit is Ricardo, hun kapitein. En dit is Miguel, zijn rechterhand. Het zijn stoere mannen, maar met een klein hartje. Want zij hebben als motto dat ze nooit iemand lastig vallen als hij of zij een wees is. Natuurlijk niet. En dat zijn ook allemaal wees hier. Ja, natuurlijk. Maar zoiets heeft wel gevolgen. De laatste 3 schepen die zijn geënterd, die waren bemand met allemaal wezen. En die hebben ze dus laten gaan. Dit is Frederik. En u zult zich afvragen waarom hij er niet blij en gelukkig uitziet. Ondanks dat hij met vlag en wimpel net voor zijn soldatendiploma is geslaagd. Frederik is vandaag 21 jaar geworden. En met 21 jaar moet je het Spaanse leger verlaten. Zijn contract loopt af. Frederik heeft zich altijd ingezet voor het paapse Spanje. Want zijn leefregel is, plicht is plicht. Maar nu zijn contract afloopt, kan die echt zijn hart volgen. Vandaag ga ik jullie voor eeuwig verlaten. Ik ben zo laat gebleven omdat ik als kind op reguliere wijze bij jullie in de leer ben gegaan. En dat is waar bij vergissing, maar dat maakt niet uit. Men hoort zijn verplichtingen na te komen. Vergissing? Wat was dat dan voor een vergissing? Het is allemaal mijn schuld. Luister. Ga heen, je moet hem in de leer op een sneeuwvaart.
dat Frederik 12 jaar in dienst is geweest bij het Spaanse leger. En alhoewel hij hechte vriendschap heeft gesloten met de andere soldaten, gaat hij zich nu met hart en ziel inzetten voor hun vernietiging. De Spanjaarden, de Spaanse soldaten, begrijpen zijn standpunt. En ze leven mee met de pijnlijke positie waarin Frederik nu beland is. Vaarwel, Frederik. Beloof dat je ons, als het zover is, op snelle en pijnloze wijze zult vernietigen. Dat zweer ik, bij onze vriendschap. Maar waarom maakt u uw vernietiging niet onnodig door mij te vergezellen naar de beschaafde vrienden? Nee, Frederik, dat moet je niet van mij vragen. Ik wil niet opscheppen over ons beroep, maar het is heel wat fatsoenlijker dan hoe de meeste nette mensen in Europa verdienen. Ja. Nee, ik ben en blijf kapitein in het leger! Ja. Ik weet zeker dat je geen misbruik zou maken van mijn onervarenheid.
als je werkelijk mooi bent, dan zal niets, ook je leeftijd niet, onze verbintenis in de weg staan. Is dat? Daar gaan stemmen? Wie waagt opeens om toegankelijke plek te naderen? Zijn het de mannen van de kustwacht? Dat klinkt anders dan de mannen van de kustwacht. Thank you.
Thank you.
Let op mij niet kijken. Wat is het toch wel lekker weer? Helemaal geen regen meer. We pakken dan de zomer, maar dan weet je dat je volgende dag weer regen naar het tijd komt. Het is lekker voor de vissen, ga ik dan op de muur. Is dit zo gaaf, vrolijk en zonnig? Het is lekker voor de vissen, ga ik dan op de muur. Is dit zo gaaf, vrolijk en zonnig? Het is lekker voor de vissen, ga ik dan op de muur. Thank you.
lang het een bijzonder geniale geest. God is er een zo fenomenale apparaat geweest. Ik ken van wat dieren allemaal tot een mineraal. Wordt nog beter dan Latijnse namen dan het ook allemaal. Voor puzzels en voor laatsels heb ik ook een geniale kop. Zaterdag was ik een kutte van met alle kranten. Nog ben ik een historie van een zeer geliefde vaderland. Zoals het zwak met boven ben op vele slagen namen. Ik ben een muzikant, een beetje dominant en tonica. Ik speel met heel veel bloemen, want die gaan op mijn harmonica. Ik ben een nachtje later, een bijzonder geniale geest. Dat is een zo fenomenale ambivalent geweest. Ik ben een en dit is de gemakkelijke poëzie in Babyloniërs. Ik ken de zeden en gewoonten van de Patagoniërs. Ik weet van elk lied, klopt het aan tot het moet wist nu dat ik al sinds jaren dag geen enkel op het wetten is. Daarnaast ben ik ook nog een zeer geleerde mathematicus. Dan kan ik ook de wijze van geen mensen staan te maken. Dus in niks bijzonder fouten worden mij een rijen goed erbij. Want ik lig is gewoon tussen de lange en de korte ei. En ik is zoete moeten in het Frans verhaal van elke week. Een draaier op mijn hand om voor meer de dichte energie. Gewets is zoveel moeten niet zoveel en vreemde talen wees. Maar nooit is er een zo fenomenale apparaat geweest. U denkt misschien, hoe is dit nou in vredesnaam toch mogelijk? Een admiraal die zoveel kent en weet, verbaast ons hopelijk. Slechts één ding weten al die hoge militaire heren. Dat is hoe je met stemverheffing anderen commanderen moet. Hij wacht! Ja. Het is waar toch dat een man die in het leger zo'n positie heeft, zo'n lichtend voordeel van geleerdheid en van eruditie heeft. Dat antwoord op dat raadsel, dat verklaar ik nu aan jullie dan. Dat kan alleen maar opgeruist van Gilbert met een zoon van. Die boeren van een internet, ik denk om maar te danken aan de dichter en de componist die hier niet op de banken staan. Ik ben een admiraal met een bijzonder geniale geest. Het wordt in zijn zoon veel op mijn allen admiraal geweest.
Onze broederschap zal u voortaan als erelid beschouwen. Want hij is zijn arme wees. Hoera, hoera, voor uw arme wees. We laten prima van baas om door te gaan voor deze. Hoera, hoera, voor uw arme wees. Thank you.
bij deel 2 van dit waargebeurde verhaal. In het kader van de participatie, wat vindt u er tot nu toe van? En dat te weten dat, nou, ik denk de helft van deze mensen het nog nooit op het podium heeft gestaan, nog gezongen. Dus er zitten heel veel uren bij en ik wilde graag nog even aandacht vragen voor de muzikale leiding onder leiding van Frank Gijsing. En die 60 uur repeteren is onder leiding geweest van John Lust. En u zult zich misschien afvragen, terwijl hij toch zijn dochters heeft weten te behoeden voor een onverwachte trouwpartij, waarom hij er niet blij en gelukkig uitziet. Weet u waarom dat is? Om aan de Spanjaarden te ontsnappen, heb ik voorgewend dat ik een wees was. En de hemel is mijn getuige. Ik ben helemaal geen wees. En nu word ik verteerd door berouw om die afschuwelijke leugen. En het liefste zou ik mij vanavond nog spoeden naar die lichtgelovige hoofdman. Ten einde alles dat toch maar op te biechten. Maar ik ben bang dat dat rampzalige gevolgen voor mij zal hebben. Hoe laat marcheert uw expeditie af tegen die schurken? Om 11 uur. De schutterij van Monnikendam staat erbij. Ze wachten slechts op mijn bevel. Bevel, en dan bestond om voor mij te verschijnen. Ten einde hier mijn zegen te ontvangen. En dan vol helden moet de strijd te wagen. Thank you.
En geen woord wordt er gered van de kansen die je hebt om het leven te verslaan en pas later van te gaan. Maar we weten hoe het komt, dus we schutteren maar vol. Ik was ieder van ons vol, het is keuze goed bedoeld. Om onbegrijpelijke reden, niemand weet precies meer
heer hoe het ooit zo ver is gekomen. Heeft een van de hoge pief ooit het belachelijke besluit genomen? Dat, hoewel februari meer dan genoeg heeft aan 28 dagen, het aantal eens per 4 jaar 29 zal bedragen. En het toeval wil nu, of misschien heeft het noodlot het wel zo beschoren, dat jij op strikkeldag op 29 februari bent geboren. En dan dient er eenvoudige rekensom ons tot de volgende conclusie. Dat jij pas 5 bent. En zo is jouw meerderjarigheid slechts een illusie. Ach nee, jawel. Het klopt tenminste als ik ook zo tel. Het is moeilijk hoor, maar toch ik snap de knoop van deze spitse grap. Want als het aantal jaren geldt, dan staat mijn leeftijd buiten kijk. Maar als je pas beginsel stelt, dat enkel de verjaardag telt. Ben ik een kleutertje van vijf? Ja, een kleutertje van vijf. Thank you.
zojuist iets vreselijks ontdekt. Mijn teerbeminder, mijn plichtgebied om soldaten blijven, tot aan mijn 21ste verjaardag. Waar blijf je vandaan? Ik ben geboren op 29 februari. Als ik
Precies. Soms is het te laat. Oh, zo is het te laat.
dag met spring. Dag met spring. Want ze had geen mond in handen heeft. Van mijn vogels spring. Stelling voor al wat nooit het leeft. Maar wanneer zij onze stadsmuur aan bakken, is de kans dat wij gaan winnen nogal klein. Daarom moet een schutter desondanks proberen, ja, proberen om een flinke stoere watergeus te zijn. Voor een schutter is een baan niet altijd fijn. Onzichtbaar. Ja, daar komt de Admiraal. Ja,
ja, ja, hier komt de admiraal. Het feit dat ik gelogen had, liet mij maar niet met rust. De hele nacht was ik mij dat aan één stuk oor bewust. Ik hield het in mijn bed niet uit, het tolde in mijn brein. Toen hoorde ik een vreemd geluid en dacht, wat zal dat zijn? Net wat ik dacht, slechts stille nacht, is alles wat ik vind. Het was misschien, het dacht misschien, het ruisen van de
geachte heer, gij hebt mij grof bedrogen, en dat is meer dan wij kunnen gedogen. Het is nu tijd uw strafsteen te verwerven, wees dus bereid met waardigheid te sterven. Oh.
Oh.